voor de vierde keer in een WK-eindronde. Nederland, Brazilië. Balbezit, Felipe Melo, ter hoogte van de middenlijn. Geeft de bal diep, is een goede bal. Gaat hij hoor, gaat hij. Fabiano scoort. Het is Robinho die scoort. Hele makkelijke goal, uitermate simpel. Nederland staat geweldig te pitten. Wat een keurige bal en wat slecht verdedigd in het hart van de verdediging. Keurige bal, Robinho scoort daar zomaar 1-0. En als het zo'n dag wordt, dan kan het wel eens een hele moeilijke en vervelende dag voor Oranje worden. We staan schouder aan schouder, ik kijk even opzij. Die blik in jouw ogen zegt alles voor mij. De wereld ligt open, kansen genoeg. Wie bang is voor fouten, doet het nooit goed. Zon of regen, wind mee of tegen. Bij het trap inmiddels snel genomen. Robben met Robinho voor zich, speelt de bal even terug richting Sneijder. Sneijder komt die bal ver voor. En dan gaat hij erin! Het is het doelpunt! Er wordt er iedereen en alles gemist. Nederland staat hem 1-1. Het is onvoorstelbaar! Die bal komt zomaar voor het doel en iedereen en alles zit mis. Sneijder scoort 1-1. Nederland zit weer in de wedstrijd. Het is onvoorstelbaar. We moeten eens even kijken wat er gebeurt. Totale desorganisatie bij Brazilië. Wij zitten nog over Bastos met of zonder filter. Het maakt helemaal niks uit. En daar komt die bal opeens die vrije trap. En we weten een dode spelsituatie zijn verdedigende zin. Is Brazilië niet ver? Schouder aan schouder. Hetzelfde doel. Uit hetzelfde hout. Met hetzelfde gevoel. Wat er gebeurt, alles kunnen we aan. Zolang we maar schouder aan schouder staan. Zon of regen, wind mee of tegen. Oranje trekt zelfvertrouwen en de corner wordt toegenomen van de rechterkant van het veld met de linkervoet van Arjen Robben. Bal gaat ongetwijfeld indraaien en dat bleek net ook wel een aardige set, want in een verdedigende zin zitten ze er niet altijd even goed bij. Kijk hoe die corner is. Die corner komt laag, wordt doorgekomen. De kant en dan gaat hij. Hij zit erin. Het is Sneijder. Hij zit erin. Sneijder komt. Hij is 22 centimeter groot, maar hij komt er gewoon bij. En Sneijder scoort. Nu geen Melo hoor. Nu geen eigen doelpunt. We weten zeker dat het Sneijder was. Nederland is van een achterstand op een 2-1 voorsprong gekomen. Schouder aan schouder met hetzelfde doel. Zon of regen, wind mee of tegen. Jongens, kom. Ze gaan weer beginnen. Ze gaan weer beginnen. Holland, Holland. Schouder aan schouder staan, zal het vanzelf gaan. Blik van vertrouwen, aan een half woord genoeg. Schouder aan schouder, alsof iemand je draagt. Het mooiste recht voor ons. Het mooiste recht voor ons. Als een schouder aan schouder staat. 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 Schouder aan schouder staan. Nederland beslaat voor de tweede keer op de eindronde van een wereldkampioenschap Brazilië. Het is fantastisch, je zit bij de laatste vier van de wereld. Misschien hebben een hoop mensen me uitgelachen. We gaan hierheen om wereldkampioen te worden. Je moet ook ergens in geloven, maar dan ook echt. Ik denk dat wij gevochten hebben als Oranje Leeuwen. Ja, geweldig. Hier doe je het met z'n allen voor. We hebben net een beetje feest gevierd in de kleedkamer, maar ik denk dat het besef vanavond pas komt bij het eten. Ik denk dat je dan deze wedstrijd speelt en uiteindelijk wint. Dat is natuurlijk geweldig. Ja, gewoon in Holland hebben ze hem goed gemaakt. Blijf ons ook steunen vanuit Nederland, zou ik zeggen. En dan komen wij met misschien wel de wereldbeker terug.